En hij staat klaar voor de aftrap. Het wachten is op het signaal van Danny Makkely. Dat is bij deze gegeven. En dan is de 104e Utrecht Ajax in de Eredivisie onderweg. Ja, spelervattingen, met name corners, zijn wel een dingetje bij Utrecht. Daar scoren ze veel uit. Dan komen ze ook nog wel eens bij in de problemen. Alvarez met de kopbal en dan is het raak via Berghuis. Dus toch weer problemen voor Utrecht uit de corner. Maar dat is logisch. Alvarez en dan loopt Berghuis weg uit de rug van Silla en staat hij helemaal vrij. Kan die van nog geen meter afstand binnenkoppen. Dan staat Silla heel verdwaasd om zich heen te kijken. Tadić terug naar Berghuis. Gevaarlijke bal en de goal van Brian Brobby. Wordt Utrecht bij het ingaan van de blessuretijd toch verrast. Ajax speelt geduldig. Weinig kansen gehad, want dit is een uitstekende bal van Berghuis. Precies op het hoofd bij Brian Brobby. En voor Utrecht een heel vervelend moment. Maakt Ajax de 0-2. Voor Ajax is dat natuurlijk zo vlak voor rust een heerlijk moment. Als Brian Brobby de tweede helft in gang heeft gezet. De man van het tweede Ajax-doelpunt. Timber. Berghuis naar Tadić. Daar is Bergwijn. Bergwijn! Oh jongen, wat een kans! Goede aanval van Ajax. Tadić, Bergwijn. Een echte vrije schietkans. Dan is het alleen al om die Barkas een keer wat te doen te geven. Tadić. En de eerste redding van de wedstrijd in de 88ste minuut voor Barkas. Makkely vindt het mooi geweest. Ajax wint met 2-0 bij Utrecht. Dankzij twee doelpunten die al voor rust vielen. Eén uit een corner.